Dames en heren, sorry, jongens en meisjes, maar die zijn er niet zo hebben. Het zijn gewoon dames en heren vandaag hier in ons gezelschap. Welkom, dames en heren, laatste belang, namens de Eendracht, hier op deze hele bijzondere plek. Vooral op deze dag, 30 juli 2017. Speciaal groot welkom van onze lokale burgemeester Corten Petter. Mooi dat je er bent. Straks een officiële rol bij het onthullen van het invoerpaneel. De pakketten, er zijn allerlei benamingen al voor het apparaat bedacht. We gaan het straks allemaal zien. Mooi omdat er een aantal ooggetuigen aanwezig zijn. Hier vooraan zie ik een paar mensen die het verhaal echt kunnen prolongeren. Omdat ze hebben meegemaakt wat hier gebeurd is. Ja, wat heb ik er zelf al meegemaakt? Ik ben van het prachtige bouwjaar 59. Dus alleen maar van overlevering. Maar wat werd er veel over verteld over die bomwerker? Ik had een oom, ome Sjors van de brandweer. En dat was een van de eerste die s'nachts bij de bomwerker was. En die heeft daar, nou, ik wil niet zeggen ieder jaar weer verhalen over verteld. Maar heel regelmatig kwam de bomwerker weer voorbij in zijn verhalen. En dan vertelde hij over de vliegeniers, zoals je ze noemde, de bemanning. Dan had hij het over die vliegenier met het potlood in zijn hand. Hij zat gewoon in de stoel. Hij leek helemaal niet dood. Er was niks aan hem te zien. Hij kon zo opstaan. Of hij lag te slapen. Of de kuilen in de grond in het bietenveld. Hij heeft die beelden nooit meer kunnen vergeten. En bleef er maar over vertellen. Je merkt, ik word daar zelfs nu weer emotioneel. Ja, dan heb je natuurlijk op zo'n dag als we hier staan, praten we over bommenwerpen. We hebben hem net al even in beeld gezien. De LQG voor George. De LQG voor George. Van oom George dachten wij, maar dat was dus niet zo als kind. Vandaag staan we stil bij die gebeurtenis. 75 jaar geleden inmiddels. We hebben fragmenten van ooggetuigen. Dat zijn fragmenten die zijn opgenomen in 1982. De meeste mensen zijn er niet meer. Maar gelukkig hebben we nog wel hun verhaal kunnen vastleggen. We hebben een presentatie van de stichting Missing Airmen met wat er dan precies gebeurd is in die nacht. Ze hebben het voor ons uitgezocht, zoals we dat op heel veel plekken hebben gedaan. We hebben een aantal sprekers, niet te lang kan ik u zeggen. Maar wat we vooral hebben, dat we u mee terugnemen naar 1942. Jacob Koren. Zegt die naam u nog iets? Jacob Koren. De dorpsveldwachter. Ja? In 1942 was Jacob Koren 35 jaar oud. Hij was Rijksveldwachter, zoals het heet, op de post Noord-Holden aan de Hoofdstraat-West. Ja, en hij moest met de burgemeester toen de tijd, de NSB-burgemeester Maas, bepalen waar de vliegeniers begraven moesten worden. Nou, dat ging niet zomaar. Ik met die burgemeester naar het kerkhof toe en toen ging hij eerst naar het gedeelte bij de toren, dat was het goedkoopste deel. Ik zei, ze moeten een ereplaats hebben. Ja, dat nam ik toen aan. En toen
toen zijn ze op die plaats gekomen dat daar, het is jammer dat op een kerkhof er ook nog een klasje hebben enzo, maar toen zijn ze op een plaats gekomen waar ze nou nu nog liggen die graven, en dat is dus het beste deel van het kerkhof zo genoemd. Het beste deel van het kerkhof, daar liggen ze dus uiteindelijk begraven, mede dankzij dus Jacob Koren. Dat is een fragment uit de radiodocumentaire die in 1982 gemaakt werd door toen nog de piratenzender Radio Centraal. De veroorzakers daarvan zitten hier, Titus de Boer, Taco Bakker, toen op de radio, mijn broer Laurens, hebben een documentaire gemaakt waarvan wij toen zeiden, is mooi, voor later. Dat is dus nu eigenlijk, hè, op dit moment, dat we dit terughalen, dat geluid. Ik neem u mee terug naar de nacht van maandag 29, op dinsdag 30 juni. 1942. Het was een mooie zonnige dag in Noord-Holland, 22 graden. Het koelde lekker af, s'nachts 13 graden met een KNMI. Het was een heldere nacht. Dat was niet zo gunstig voor kroonwervers. Het was stil in Noord-Holland. Noord-Holland sliep. Wij hoorden dus wat ik daar schrijf, die zware ontploffingen af. En toen vertelde ik een verduistering van daar ook. Ik zei, oh, maar tegen mijn vrouw, dat is onweer. Ja, dat was geen onweer. En toen kwam Ferra, die er dus binnen was, die kwam melden aan Koren. En dat mooi. Hij zei woordelijk dit. Koren komt eruit, er is een ongelukje gebeurd, er is een vliegtuig neergestort. Woordelijk zo. Midden in de nacht, toen kwam een vliegtuig over. En daar waren aangeschoven vliegtuigen bij. En toen kwam er hier een van het Noordwesten-Terrestre, zo goed als ik weet. En die hoorde, had een van aarde jankend geluid. Ik weet dat het niet in orde was. Ik zag het bankboom van die richting hoor. En toen ging hij zo in die richting. Maar ik dacht hij dat ik voordat hij die bom had laten vallen, drie bommen waren er gevallen. En toen zag ik er in de lichtflits. En toen ik moet even rustig op bed blijven liggen. En toen leen door het boem. Toen zei moeder, oh Druus, Druus. Zo op zijn Noord-Holland, hè. En toen sprongen bij ons de ramen eruit, hè. En moet die boom ons huisje wat uit elkaar gekneld wezen. Het was een gierde erover en heen. En omdat twee motoren lagen bij ons voorhuis. Twee achterhuizen. En de boodschutter met de kop, ik lag hier bij je buurman Dagman vlakbij. Maar allemaal stukken hier en daar vlakbij. En die hele akker met bieten, nou die was bezaaid, kunnen we zeggen, met van die ronde gaten, van zo'n centimeter of 10, 12 doorsnee. Dat waren allemaal van die brandbommetjes, werd het toen beweerd, want ik kende dat spul ook niet zo. De hond die ging de keer, die bloem in de deur op. Nee, maar dat is een onweerslag persoon. Maar zie je, voor ongeveer waar de hond doodbenauwd en de hond die blaf, die ging te keer. Dit is ook geen onderslag. Nou, wat ben je eruit? We zijn hier nog niet naar geweest, want dat was niet vertrouwd. We hebben maar in de wc staan te wachten. We durven gewoon niet naar buiten. Toen lag die kleine jongen van ons bijna, die lag rond in de kamer in het ledikantje. En die greep mijn vrouw, die greep me gewoon het ledikantje weg. En toen wij achter naar de schuur in, bij de wc, en toen keken we daar. En er lag allemaal brandbomen lang daar achter ons huis. En in de aardappels, want de aardappels waren een beetje groen. En daartussenin lagen allemaal brandbomen. En er was een zee van licht, hè, van brand en zo. Dat, wij waren doorbenoemd en toen gingen we voor het raam kijken later. En toen zagen we er bij Drachtsma, bij Mark Drachtsma achteruit, dat de vliegtuig daar neergekomen was. Toen ben ik met Bouke Greve, hebben we daar bij ons in het land gekeken, daar lag er iemand. En toen daar vooruit, daar woonde Harmsma, denk ik nog. En er lag ook iemand. Ja, ik maakte wel een kuddepoel zien. Dat hij vast in de vliegmachine nam. Hij heeft daar achterblijven gehakt of zo. Ja, die Duitsers die kon één niet kennen, want ze wisten al dat er achtman in zaten. Of weer een zeven had. En laat al de sloten, alles nagezocht. En vannacht die persoon die lag hier in de hoek tegen de buurman aan de kant van de vaart. In zijn stuurpot. Daar lag hier de buurman Drachtsma, daar lag de cockpit en daar lag de piloot lag er nog op de rug, stond de kant nog in. Was een dikkere man, zwarte snorren. Had de loosje nog met de arm zo buiten liggen. Daar stond er nu gauw in.
toen ben ik s'morgens erheen gegaan en toen lag daar een piloot. En dat was een heel diepe kuil van wel een meter en die was heel diep, daar had hij zo gedraaid. Hè? De precieze afdruk van zijn lichaam stond daar nog in gewoon afgedrukt. Nou, en aan die jongen kon je niks zien. Niet dat hij was natuurlijk overleden, maar in ogen en bloed of niks, je kon niks van die jongen zien. En toen stond er zo'n Duitse soldaatje bij, zo'n klein dingetje, maar met het Hitlerkruis natuurlijk op de borst. Hè? En toen zegt dat soldaatje, aber jetzt. Maar toen deden ze eerst net al horen ze het niet. En toen zei hij nog eens weer een keer, aber jetzt. En toen zegt Fonk, nou als hij dat smerige dingetje niet bij hem had, dan 12 nog zo voor deden. Dat was in 1982. Ja, misschien heeft u stemmen herkend van een aantal oud-vervolgers inmiddels. Mensen die niet meer onder ons zijn. En dat is natuurlijk wel het probleem. Ooggetuigen, ja, ze zijn er steeds minder. En belangrijk is het om het verhaal verder te geven. En toen op een bepaald moment het idee ontstond om iets te gaan doen met de 8 vliegeniers van Noord-Holde. Om te zorgen dat mensen die hier op de begraafplaats komen weten wie er liggen. Waarom ze er liggen, waarvoor ze er liggen. Namen contact op, wij, Ivan van Nieuwenhoven, met broer Laurens, met laatste belang. En ze hebben een idee, we willen graag iets doen, een paneel maken. Gelijk werd er enthousiast gereageerd. En daarvoor nogmaals onze dank. En het hebben we samen de schouders eronder gezet. En vandaar dat ik graag ook het woord wil geven aan de voorzitter van de Eendracht. Jos Hettiga, daar is Jos. Namens plaats van de Belang de Eendracht, de heer Paul van harte welkom. Fijn dat u er allemaal bent. Het staat op een zeer prijs. De betrokkenheid in het dorp is ook zo groot, dat blijkt wel uit uw aanwezigheid. Allereerst willen wij aangeven dat het initiatief van een aantal mensen komt, maar dat de broer Sjoerd en Laurens Hooijgaard ook de aangevers van het initiatief zijn geweest. En zoals net gezegd, Laurens naar contact met ons om. En wij gaan ermee participeren. Wij vonden en vinden het genomen initiatief belangrijk. En ook een mooie aanvulling op de herdenking van kerstavond 2016. Waar we samen met Laurens en enkele bestuursleden van plaatselijk belang kaarsen hebben geplaatst op de graven van omgekomen vliegers. Het aansteken van de lichtjes kwam uit een traditie uit Finland. Om op deze manier overleden dierbaren te herdenken. Gedachte achter dit gebaar is dat het licht van de kaarsen en het warmte van het vuur een ieder tot aan nadenken stemt over de betekenis van saamhorigheid en vrijheid. En dan het informatiepaneel. Wij als plaatselijk belang willen ons sterk maken om de gedachten aan deze ramp leven te houden in hun rol. Het aantal mensen dat de tragische nacht bewust meemaakt wordt steeds kleiner. En samen met Sjoerd en Laura Vlooyga, Ivan en Martin van Nieuwhoven, het bestuur van de kerk, de stichting Begraafplaats van Wolde en ook de familie Drachtsman hebben het initiatief van het informatiepaneel omarmd. Wij vinden het belangrijk om het verhaal door te kunnen geven naar de volgende generaties en het verhaal rondom de ramp daar bewaard blijft. Over de herdenkingen op 4 mei weten we wie we herdenken. Achter deze grafstenen schuilt een bewogen verhaal. Naast de razzia rond kerst 1944 is de crash van de bommenwerper de meest ingrijpende incident geweest van de oorlogsjaren in Noord-Holland. Het informatiepaneel geeft een realistisch tastbaar beeld van wat de dag heeft afgespeeld. Door het krijgen van een gezicht kan iedereen zien dat gesneuvelden erg jong waren en nog heel lang leven voortzaten. Het stimuleert kinderen om bewust na te denken over leven in vrijheid en leven in oorlog. Ook dat besef kunnen wij als plaatselijk belang versterken. Ook op de dwarsvaartweg bij de Zwartsvrij is het plaatje met de tekst vervangen. De tekst was bijna niet meer te lezen en deze plaats is geadopteerd door de basisschool in Velden uit de Rolle Zuid, die hier met de kinderen ook jaarlijks een gedenkmoment houden. De Venserschool uit Noord-Holland houdt jaarlijks een herdenking hier op de Begraafplaats. Beide
beide zaken, het informatiepaneel en het plaatje en de tekst op de zwerfkei, zijn mede door ons het plaatselijk belang gerealiseerd. Wij zijn erg trots dat we dit samen met andere participanten hebben kunnen realiseren. Afsluitend hoop ik dat we als plaatselijk belang een bijdrage hebben kunnen leveren door het paneel een eigen ontwerp en zo bij te dragen aan een stukje bekendheid van de geschiedenis van de Wolder. Ik wens u een fijne middag toe bij de onthulling van het informatiepaneel. Dank u voor uw aandacht. Goed dat ik dat al even zei, dat op dit moment, als ik op mijn horloge kijk, zijn ze onderweg, de kinderen van de Velden uit de Wolder-Zuid, naar de dwarsvaart in Noord-Wolder, waar dus ook een klein monumentje is, een kei met een maquette. We zijn er net eens kijken. Dit is de foto van de maquette die daar zo meteen onthuld gaat worden door de kinderen van de basisschool De Velden uit Noord-Wolder-Zuid, die vervolgens met z'n allen op de fiets hier naartoe komen om ook hier op de begraafplaats aanwezig te zijn bij de onthulling van het informatiepaneel. Ik vind het belangrijk dat de geschiedenis wordt doorgegeven, de geschiedenis die af en toe wat verwaterd. Er zijn diverse verhalen bekend over de bommenwerper, hoe het allemaal gegaan is, hoe het anders had kunnen gaan eventueel. En er zijn ook mensen die er bijna een studie van maken, 24 uur per dag bezig zijn met het verhaal van de oorlog, met het verhaal van de bommenwervers boven, in dit geval Noord-Nederland. De Stichting Missing Airmen Memorial Foundation is helemaal vol, is een organisatie die zich bezighoudt onder andere met al die vliegtuigrampen in het noorden. Maar die houden zich ook bezig met het speuren naar namen, nabestaanden. Mensen die nu nog steeds niet weten waar hun geliefden gebleven zijn. Ze hebben speciaal voor ons, dambedrijven en Alexander Tuinhout, een presentatie voorbereid. Om eens eventjes het hele verhaal in een context te plaatsen. Wat is er nou gebeurd in die nacht van 29 op 30 juni 1942? Douwe, ik geef jou de microfoon. Dankjewel. Inderdaad, Stichting Missing M Memorial Foundation is een mondvol. Maar wij bekken ons altijd een beetje beter en we zeggen altijd smak. Ik ben daar vrijwilliger bij Ter Soor, er is ook iemand die zegt, nou, als je me tegenkomt, smanf. Ik zeg maar, in de dikke vandalen wordt er straks een woord, smanfen, een werkwoord. Alexander die heeft het eerste plaatje ervoor getoverd, de Halifax. Zo net al aangestipt dat het toestel hier is neergekomen. Ik wil eerst eigenlijk nog even in een kort iets vertellen over onze stichting. Dan begin ik met Hans Groeneweg, in het dagelijks leven publieksconservator in het Fries Verzetsmuseum. Soms boekbeeld van onze stichting. En Alexander Tuinhout en mijn persoontje, wij noemen onszelf altijd dan de bezige bijen, want wij zijn dan de mensen die vaak het onderzoek doen. Aan de onderkant ziet u een strook, een filmstrook met de zaken waar wij in de loop der jaren ons mee bezig hebben gehouden. Dat is helemaal links een paneel in samenwerking met een comité in Kouden. We hebben zelf in de gemeente Boosterhem die grote steen geplaatst bij Speers. En ja, wanneer je gevraagd wordt om over dit vliegtuig iets te vertellen, dan zeg je meteen ja, diezelfde nacht is bij Speers ook een Halifax tegengekomen. En dan ook nog een toestel van precies hetzelfde squadron, 405 squadron, Royal Canadian Air Force. En zo net heb ik gehoord dat de mensen die hier gevonden zijn, die lichamen waren nog helemaal intact. Maar van de bemanning die bij Speers is neergekomen, daar is één persoon van gevonden en die ligt in Deerse begraven. En het was ook wel eigenlijk bewijs dat dat toestel, de Halifax W7714, bij Speers is neergekomen, want van die andere zes bemanningsleden, daar is nooit iets van teruggevonden. Die zijn helemaal verbrand in, ja, in het weiland waar dus dat vliegtuig is neergekomen. En dat was natuurlijk dramatisch voor de hele familie. De website. Wij hebben als stichting ook een website. Daar kunt u de basisgegevens van allerlei crashes vinden. De naam kunt u invoeren, de plaats, de datum. En dan aan de linkerkant hebben we dan nog een kolom met actueel, waar we dan zoveel mogelijk onze activiteiten
neerzetten die we zo in de loop der jaren gedaan hebben. Maar ja, het loopt wel eens zo vol met allerlei verzoeken dat we eigenlijk weinig tijd hebben om dat een beetje up-to-date te houden. Maar we doen ons best. Onze meest recente operatie was in Damwoude, waar we een paneel hebben onthuld met een lokaal comité. Want een lokaal comité, daar werken we altijd graag samen mee. Ja, ik zeg altijd, ik ben penningmeester, wij als stichting hebben chronisch geldgebrek en de plaatselijke comité's die zorgen vaak ervoor dat het geld boven water komt en de kennis, het opsporen van familieleden, dat is dan onze kant van het verhaal. En, nou, dat loopt altijd heel goed, we hebben daar hele goede ervaringen mee. We gaan naar de andere kant van het kanaal. U ziet hier een luchtfoto van de vliegbasis Pocklington. Pocklington was oorspronkelijk gepland als basis om met een paar grasbanen te gaan werken. Ja, toen bommenkommand met steeds zwaardere bommenwerpers ging vliegen, was het dus verstandig om dat helemaal anders te gaan doen en daar dus met, zoals de Engelsen dat noemen, concrete runways te gaan werken. En concrete, dat is ja, beton, weer vermaakt met cement. Dus dan is er dus ja, een heleboel dingen heb je dan tegenwoordig recycling, dat doe je hier dan ook. Nou, het vliegtuig waar het hier om gaat, een Halifax bommenwerper. Je ziet hier de code TL, dat betekent dat het 35e squadron was. En dat squadron was dus ook in Engeland gestationeerd, maar de Halifax Mark II, waar het squadron 405 mee vloog, was gebouwd door de firma Handley Page. Het vliegtuig werd ook aardig snel in elkaar gezet, geconstrueerd, van de tekentafel af moest het direct geproduceerd worden, want ja, de oorlog was inmiddels begonnen. En de bommenwerpers die werden steeds groter. Je had eerst de twee motoren types en Handley Page bouwde ook de Hemden, dat was de voorloper hiervan. Deze was veel sterker, kon meer bommen vervoeren en was eigenlijk ook wel een beetje de tegenhanger van de heel bekende Avro Lancaster. Ik beschouw de Lancaster altijd als een werkpaard. En de Halifax is wat gracieuzer in mijn optiek, dus dat is eigenlijk een paradepaardje. Maar ook een sterke troef bij de RAF. Kan ik misschien wel zeggen dat alle gezichten bekend zijn. En dat is eigenlijk ook wel een beetje het streven van onze stichting om iedereen een gezicht te geven en de naam teruggeven. Ik weet niet of u recentelijk de documentaire heeft gezien over de Wellington die bij Clydeherp is neergekomen. Daar hebben wij 8-9 jaar samen met de luchtmacht gewedijverd om die mensen hun naam terug te geven. We daarna ook nog een grafsteen te krijgen. En het was een hele moeilijke operatie. Nou, het gezicht teruggeven, dat is al heel belangrijk. Maar ik heb ook begrepen dat jullie nog niet met alle nabestaanden contact hebben gekregen. Dus misschien kunnen we in dat opzicht na deze uitnodiging ook nog iets voor elkaar betekenen. Nou, we pakken de namen er even bij. Ik heb ze hier even, sorry dat ik even moet spieken, want er is zoveel informatie over deze mannen te vertellen. Die pak ze ook even in willekeurige volgorde. Helaas over de mannen die bij de RAF zitten vlogen, daar is niet altijd veel van bekend, omdat die dossiers 100 jaar gesloten zijn. De Engelsen die verschuilen zich heel vaak achter de wet op de privacy. En dan moet je zelf aan de slag. En aangezien hier lokaal al heel veel mensen met deze crash zich bezig hadden gehouden, hebben we eigenlijk nooit als stichting hier een diepgaande studie over gedaan. Want ja, we vonden er weinig voor om het wiel opnieuw uit te vinden en om andere mensen in de wielen te gaan rijden. We beginnen met Reginald Thomas Adams. Die kwam uit Wiltshire, dat is een graafschap in Engeland, uit de plaats Marton. Bear, Walter Percy Bear, was ook lid van de RAF. Ik heb al eens gezien dat er een lettertje voor zijn registratienummer kwam. Maar het is echt een RAF-man. Hij kwam uit Suffolk en hij was ook getrouwd. We hebben ja, misschien nog eens een keer een onderzoekje kunnen doen naar zijn vrouw, en dat was Enid Mitchell. James William Bell,
Royal Canadian Air Force, afkomstig uit Montreal, 3 augustus 1914. Hij was als eerste gestationeerd bij 58 Squadron onder andere en toen werd hij getransfereerd naar 405 Squadron, want 405 Squadron was een eenheid die wat later in de oorlog werd opgericht en toen werden er dus vliegers overgenomen van andere squadrons. Daarnaast hebben we Winston James Dickinson, ook een man van de Royal Canadian Air Force, kwam uit New Brunswick, 1-8-1916 geboren en die kwam al op 1906, of ja, eigenlijk slechts was het op 1946 bij het 405 Squadron, dus hij heeft het eigenlijk maar 2 weken bij deze eenheid volgehouden en toen kwam hier al dramatisch aan zijn einde. Daarnaast hebben we William Jessup Herrell, een Amerikaan. Nou, gelukkig dat we jullie daarmee konden helpen, want we hadden ooit eens het dossier van deze man besteld en daaruit bleek dat hij duidelijk een Amerikaan was, afkomstig uit Eastman in Georgia. En ja, het overlijdensakte stond ook dat hij Amerikaans staatsburger was. Dan hebben we nog Onesson, of Wanson. Kijk, dat is net hoe je dat uitspreekt. Maar wij hebben weten te achterhalen dat zijn voorouders uit Zweden kwamen. Geboren op 3 februari 1916 in Montreal en was in zijn dagelijks leven chauffeur en ook garagemedewerker. En als je naar zo'n dossier bestelt in Canada, dan kun je dat, allerlei dingetjes kun je daar in vinden. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En als laatste hebben we Alexander Simpson, 21 jaar en die kwam uit Schotland in Ayrshire. Ook nog wel een zoekplaatje heb ik begrepen. Dus in dat opzicht kunnen we misschien nog wat betekenen, zoals ik al zei. Nou, dat waren de mannen die in het vliegtuig zaten. Dus die hebben nu dankzij de commissie en de eendrachtige samenwerking met Dorf Verlaan allemaal een gezicht gekregen. We hebben hier nog een sfeerplaatje van 405 Squadron en 2 piloten die liggen relaxed in het gras. Nou, relaxed was het leven van de vliegtuigen niet en dan reken ik daar ook de wireless operators en boordschutters bij. Want als je opsteekt dan kon je niet weer terugkomen. Dus die mannen die waren echt de heren van de vluchtdag, carpe diem. En dan aan de rechterkant de operations room van Pocklington, waar dus alle instructies die van het hoofdkwartier binnenkwamen omgezet worden in de vliegtuigen die op moesten stijgen, die beschikbaar waren. Dus dat was eigenlijk wel het zenuwcentrum van die nacht als men een doel ging bezoeken in Duitsland. Het gebeurde ook wel in Frankrijk en België. Het was niet alles wat richting Duitsland vloog. Deze avond was Bremen het doel. Bremen, de stad aan de Wezer, werd zwaar verdedigd door de Duitsers, niet alleen met vlakbatterijen, dat waren de lucht daar weer geschud. Zie je hier een foto wanneer je als vlieger in de schijnwerpers kwam van zo'n vlakbatterij, dan was het gevaarlijk. En dan moest je gelijk actie ondernemen om uit alles, uit die bundels weg te komen. Nou, daarnaast een foto van een verwoeste deel van Bremen. De Engelsen hebben in de loop der jaren heel vaak de stad bezocht. Onder andere in de nacht van 30 op 31 mei 1942, dus dat was een aantal weken voor het bombardement wat 405 Squadron uitvoerde, gingen 1000 bommenwerpers richting Bremen. 1000 bommenwerpers, alles wat vliegen kon bij de ADF, onverschillig wat, het moest allemaal naar Bremen. Dat was de eerste 1000 bomber raid. Later in juni was Keulen nog een keer het doel. Het doel van deze aanval, van deze avond, was als eerste de Focke-Wulf fabrieken. Rechts daar ziet u dus een foto, een luchtfoto van het bedrijf en ook de startbanen die gebruikt werden om types te testen. En daarnaast de lopende band waar hier dan de vleugelstukken te zien zijn van de Focke-Wulf 190. Duitsers Focke-Wulf fabrieken, bekende producent van de Focke-Wulf 190, Focke-Wulf 152. De jagers die overdag de Amerikanen moeilijk maakten. En daarnaast produceerden ze ook nog een 4-motorig vliegtuig, de Condor. Dat was een mooie toekomst.
toestel wat dus voor passagiers gebruikt kan worden en ook voor verkenning. Het tweede doel van de aanval is de Weser AG, Actiegesellschaft Weser, waar schepen gebouwd werden. Het bedrijf was al in 1834 actief in stoomboten. En in de Eerste en Tweede Wereldoorlog werden er vooral duikboten gemaakt. Van de andere kant van het kanaal komen we nu richting Leeuwarden. Bekend als vliegbasis tegenwoordig, maar ook als Vliegerhorst Leeuwarden. In de jaren 20 waren er reeds plannen om een vliegveld te ontwerpen, maar dat strandde allemaal in schoonheid totdat er in de jaren 30 ja, de werkverschaffing kwam. En hier zie je dan mensen druk bezig met kruiwagens om aan dat vliegveld te werken. Op de achtergrond de wachtkamer van het vliegveld, dat werd in 1938 geopend. En daar werden eerst nog gebruikt als burgerluchtvaart. Je ziet hier een poster van de KLM met de tarieven Amsterdam, Leeuwarden, Kooi, Vliegen, waar ze vlogen ook op Eelde en andere bases in Nederland. Het vliegveld werd door de Duitsers bezet en op 12 mei 1940 waren de eerste verkenningseenheden al op het veld. En even later, twee dagen later, landde het eerste vliegtuig al van de Duitsers op toen nog een grasmat. Nou, in een poep en een skate zeggen ze dan in het Fries. Oh, ik mocht het eigenlijk in Fries. Wat Fries vertellen. Al heel snel, laat ik het zo zeggen. Maar werden door de Duitsers allerlei maatregelen genomen om Nederlanders aan het werk te krijgen op die Vliegerhorst Leeuwarden. Links zie je een dienstregeling, want de mensen kwamen overal uit Friesland vandaan om aan het werk te gaan op de Vliegerhorst. Want dat was natuurlijk wel te verdienen. De Nederlanders werden wel betaald. Je kon dat niet gratis alles doen. Ook aannemers die verdienden geld aan de Vliegerhorst. En hier heb je dan een foto gemaakt op de Troosterweg Leeuwarden. Dagelijks waren er 7500 mensen aan het werk om dat vliegtuig op dat vliegveld gestalte te geven. Want er moest natuurlijk wel iets gebouwd. Keuken, telefooncentrale. U kunt het zelf wel bedenken wat allemaal nodig is voor zo'n vliegveld. Nou, deze foto is in de 1940-1941 gemaakt van de Vliegerhorst. Je ziet hier duidelijk dat de startbanen nog niet voltooid zijn. Ik heb zelf hier vlakbij het vliegveld gewoond, dus ik weet een beetje hoe de situatie is. De noordkant is dus aan de bovenkant van de foto en aan de rechterkant zie je de Troelsterweg en de straatweg naar Jelsen, die zit net aan de rechterkant onder een wolk. Je ziet de Noorder begraafplaats. En de spoorlijn die is ook al intact, want het vliegveld werd gebouwd op het puin van de stad Rotterdam. Hier is de basis gefotografeerd door de Engelse verkenner in 1941. En zie je duidelijk dat de startbanen zijn vertoling hebben gekregen. En inmiddels was het ook helemaal uitgerust voor vluchten naar Engeland van bommenwerpers. Nachtjagers en ook dagjagers werden later op de basis gestationeerd. Sigmund, hier gefotografeerd met het IJzeren Kruis, was Houtman, geboren op 5 maart 1915 in Hartheim. En hij sneuvelde in de nacht van 3 of 4 oktober 1943 in de buurt van Göttingen. Ondertussen had hij al 21 toestellen neergeschoten en dit toestel wat hij hier bij Noord-Holland neerhaalde, dat was zijn vijfde Abschuss. Het toestel van Sigmund, dat was een Messerschmitt 110. Deze foto is genomen op de Vliegerhorst Leeuwarden. En als je goed ziet, het is misschien via de camera een beetje moeilijk te zien, zie je dan dat dit toestel radar op zijn neus heeft. Dus later in de oorlog is deze foto gemaakt, want toen hadden de nachtjagers in plaats van 2 man aan boord, 3 man aan boord en de derde man die bediende de radar. Het systeem van Himmelbed, dat was toen eigenlijk al niet meer in zwang.
De man in de vloedleider die praatte de toestel wel in de richting totdat men de vliegtuigen zelf op de radar kreeg en dan kon men zelf verder actie ondernemen. Het dramatische verhaal van de helivers van 405 Squadron, ja, dat is eigenlijk ook al aardig bekend hier. Zometeen ziet men dat op het paneel wat onthuld wordt. Er is zo net ook al in iets verteld in de geluidsfragmenten, dus ik wil eigenlijk een beetje beperkt houden. Nou, het wrak, hier kun je nou duidelijk op zien dat het LQ, dat is de squadroncode van 405 Squadron. De G voor George, dat was op de eerdere opnames gezien. En het vliegtuig werd aangeschoten in de buurt van Frederiksoord, vloog nog een stukje oostwaarts, maakte toen een heel grote bocht. Kwam onder andere over Vledder, waar een foto is gemaakt van de deur die je hier ziet. En knalde toen hier in de buurt van Noordwolde neer. De Halifax was een van de 253 vliegtuigen die avond als doel Bremen had. Dit zijn ook echt vliegtuigen die opgestegen zijn, want door malheur bleven zo'n 50 aan de grond staan. 9 toestellen gingen deze nacht verloren, waaronder 4 Halifaxes, 2 Wellingtons en 4 Short Sterlings. En het ironische van het verhaal is dat de 3 Halifaxes die verloren gingen, die behoorden allemaal tot 405 Squadron. Want naast Noordwolde en Speers, zoals ik net al zei, kwam er ook nog een machine neer bij het plaatsje Bimolton. Dat ligt bij Noordhorn, net over de grens. En daar was 1 overlevende, dus van de 22 bemanningsleden heeft slechts 1 het overleefd. Van de 22 gesneuvelden van het squadron. Nog wat bergingswerkzaamheden. Hier wordt een motor opgetakeld en er zijn ook nog wel wat spulletjes gevonden, zuurstofflesjes, glas. En ja, de resten van het vliegtuig, voor zover ons bekend is, ging dat naar Utrecht. In Utrecht hadden de Duitsers een zogenaamde Zedelekenbetrieb, een recyclebedrijf, waar alle spulletjes van neergestorte vliegtuigen naartoe ging. En waar dus ook alles gesorteerd werd. En van het aluminium werden weer Duitse vliegtuigen gemaakt. En dus de recycling, dat was toen ook al in zwang. En dit soort verhalen, die mogen nooit verloren gaan. Waar je ook bent in Europa, overal kom je graven tegen van vliegers. En deze mannen, die worden hier dan in Friesland, in Noordwolde, herdacht. En zelf merken wij ook aan dit soort zaken. En, ja, we waren ook aangenaam verrast, zal ik maar zeggen, dat we een telefoontje kregen om hier een presentatie te houden. Nou, dat hebben we natuurlijk graag gedaan. En ik hoop dat u er iets wijzer van bent geworden. Hoe het precies allemaal in elkaar steekt en wanneer er nog vragen zijn, dan kunt u die na afloop van de onthulling ook nog aan ons stellen. Bedankt voor de aandacht. Dank u wel, Douwe en Alexander, daar bovenin de kerk. Ja, het mooie was dus dat wij bij al die naspuringen erachter kwamen dat een van de mannen toch echt een Amerikaan was. En tot en met 4 mei, jongsleden, was er geen Amerikaanse vlag te zien op de begraafplaats op 4 mei. Dus Jacob, hoe zit dat? Jacob, kom er weer even bij. Namens het plaatselijke 4 mei-comité. Als u gekeken heeft, hè, toen ik hier naartoe liep, heeft u volgens mij al ergens een Amerikaanse vlag zien wapperen. En nog een hele bijzondere. Ja, Sjoerd. In de eerste plaats wil ik graag jou en je broer, familie van de boven, en de Eendracht bedanken voor wat hier vandaag gebeurt. Dat vinden wij fantastisch. Ik spreek nu namens de 4 mei-commissie. Dat is de commissie die indertijd de bijzondere commissie van de Oosthoek heeft opgevolgd. Bij de herdenking die wij in Noord-Holland kennen als de Stille Omgang. Vanaf het begin van deze tragedie is de belangstelling van de mensen uit Noord-Holland heel groot geweest. Dat is gebleken, dat hebben we van de week kunnen lezen, dat er bijna 2000 mensen bij het kerkhof hebben gestaan en op die manier de Duitse bezetter eigenlijk gedwongen hebben om het kerkhof te openen, zodat ze aanwezig konden zijn bij de begrafenis. Kort na de oorlog
is men begonnen met het opzetten van een herdenking, een stille omgang. En dat tot op de dag van vandaag wordt dat gehouden. We komen bij elkaar in Noordwolde, in het centrum. Onder begeleiding van de drumband van de Woonklank lopen we naar de kerkhof. Er worden kransen gelegd. Daar hebben we 2 minuten stilte. Er worden volksliederen gespeeld. En nu weten we officieel dat er een Amerikaan bij was. Dus we hebben daar natuurlijk al met elkaar over gesproken. We hebben een originele Amerikaanse vlag, niet een gedrukte, maar een genaaide vlag nog, hebben we in top hangen vandaag. En vanaf volgend jaar zal het protocol ook aangepast worden. Daar zal de Amerikaanse vlag naar hangen, maar er zal ook het Amerikaanse volkslied gespeeld worden bij de herdenking. En op die manier, door de inzet van jou en je broer, en zoals ik net hoorde ook van Iwan, zijn er een aantal nieuwe feiten boven water gekomen waarmee wij menen dat we daar zorgvuldig mee om moeten gaan. En nu we dit weten, passen we dat aan. En ik heb begrepen dat er ook op andere dagen dan 4 mei in de toekomst vlagvertoon zal zijn. Nou, dat is niet zeker. Het is een gedachte waar wij mee spelen. Er moeten vlaggenmasten bij komen. En wij vinden het eigenlijk wel gepast om op 12 april, de bevrijding van Noord-Holland, en op 5 mei ook de vlaggen te voeren. Maar goed, dat is een idee wat eigenlijk opgekomen is bij ons vandaag. We zijn gevoed door het enthousiasme van jou, het enthousiasme van een aantal mensen die zich bezig hebben gehouden met wat wij vandaag te horen hebben gekregen. Maar daar zijn we wel van plan. Wij gaan daar dus wel wat mee doen. Er zijn een aantal dingen waar wij mee bezig zijn waarvan we vinden van ja, het is heel lang geleden, maar we moeten het wel zorgvuldig doen. We hebben, zoals je weet, heel veel contact met Richard Iekin, de broer van de piloot, zelfs een beetje Nederlands kan lezen, heb ik begrepen. Ja, die spreekt, ik heb hem met de informatie toegestuurd en hij is in staat om het wel te ontcijferen. En ook daarmee overleggen we van wat zou wenselijk zijn. Dus we hebben nog met wat mensen contact. Maar we gaan in ieder geval, dankzij de inzet van jullie, gaan wij het hele verhaal aanpassen. Dankjewel. En ik heb nog een vraag voor je, Jacob. Want er is natuurlijk sprake van een Canadees squadron, het 405 squadron, het is al een paar keer gemeld. Die weten dat wij hier nu zitten met z'n allen. En wat is er mooier dan dat de originele vlag van het squadron ook in Noord-Wolde inmiddels aanwezig is. We zullen hem straks zien op de begraafplaats. En die mogen jullie houden en ook gebruiken bij de herdenkingen vanaf nu, zeg maar. Het squadron heeft ook nog een... Kijk, een berichtje, het is misschien wat lastig te lezen, maar het komt erop neer. De man die u links ziet is een hele belangrijke man, het is een kolonel buitendienst. En die behartigt de belangen van alle veteranen van het squadron. En die heeft er ook voor gezorgd dat van alle veteranen, ook de veteranen die hier zijn omgekomen, waar nog contacten mee zijn, de familieleden weten wat hier vandaag in Noord-Holle gaat gebeuren. Hij is trots, zegt hij, deze kolonel, Bert heet hij trouwens een voornaam, Campbell. Dat we die doen. Ze verbazen zich er ook over in Canada dat er nog steeds zoveel aandacht is voor wat er in de oorlogsdagen gebeurd is. Vinden ze bijzonder, vinden ze mooi. En ze willen ook heel graag de beelden zien van wat we hier doen. Dus vandaar, er wordt gefilmd, er wordt gefotografeerd. En ook op de website van het squadron, wat dus nog steeds bestaat, het zit nu in Nova Scotia, Greenwood in Canada, zal ook een reportage te zien zijn van onze bijeenkomst hier vandaag. Trots zijn ze daarop. Ja. Ooggetuigen hebben we het al even over gehad, we hebben een aantal gehoord, maar er zijn ook een paar hier. Er zijn ook al een paar gelijk met het hoofd te schudden toen ze wat hoorden. Nee, het was net anders. Nee, volgens mij klopt dat niet helemaal. Er is ook iemand bij, die is van het bouwjaar, als ik me niet vergis, 1953. Ja, dat klopt, ja. Dus ook niet meegemaakt. Hier heb ik heel veel Hiemstra. En mag ik dan amateur onderzoek, misschien kun je even staan, maar zo even zien hoe je dat tegenwoordig laat zien. Je bent amateur onderzoek, zo mag ik dat wel noemen. Dat is hij, maar dat klopt niet helemaal. Wat weet de familie in Canada van wat hier in Noord-Holland gebeurt? In
2001 is hier de zuster van James Bell geweest. En die zijn op Dolleroy vanaf Canada naar Engeland gegaan. Dan komt ze officieel weg. Zijn ze hier heen gegaan. Ze zijn hier aan de kerkhof geweest. En ze liepen hier rond. Toen kwam er iemand en die zei: "What are you looking for?" Ik zei: "James Bell, I'm there." En dat was dus de zuster die voor het eerst, zeg maar, dat ze ook wisten dat hij hier lag. En ze waren heel blij dat ze hoorden van een Van de Sande, heette die meneer, geloof ik. En die vertelde dus het ware verhaal. En ze waren dus altijd gehoord dat ze dus geëxecuteerd waren. En dit was een veel mindere dood, zeg maar. Ja. Dat vond ze heel fijn. En ik heb er ook een foto van. En ik wil een heel klein ding zeggen. Het verhaal van dat James Bell hier uit het vliegtuig gevallen is, in die put, dat is 10 weken tevoren ook gebeurd. Toen is hij met een reet vanaf Dortmund naar terug, kreeg ze pech onderweg. Toen is hij gesprongen op een gegeven moment samen met Easing. Hij heeft met parachute is hij op 500 meter naar beneden gevallen, heeft gelijk parachute getrokken, is in een boom terecht gekomen, heeft het overleefd. Easing heeft het ook overleefd. Hij heeft het verhaal aan zijn vader geschreven, de brieven heb ik hier. Het toeval wil dat daar op Poppington toevallig een journalist was. Die heeft foto's van ze gemaakt, van Easing en van James Bell, met nog een paar, heb ik hier ook. En die zijn dus in de krant gekomen. En samen van nu, ik heb ook foto's van de baas van de natuurlijk. Het houdt nooit op. Nee, het gaat steeds door, het vindt steeds meer. Ja. Mooi, ook dank voor jouw bijdrage. Mooi dat je er ook bent. Ja, hij was nog een klein jongen, ik geloof wel, Jan van der Veen. Nu is het een echte manier, mag ik zeggen. Uit Maren, dan hoor je het helemaal, Jan. Jij kon jou nog bijna herinneren hoe de lucht van de wonden eruit zou, hè, die nacht. Zou ik dat ding even overnemen? Duidelijk. Ik denk dat dit mijn allereerste herinnering is. Vroeger, bij opvoedkunde en psychologie, leren wij dat tussen 3 en 4 gaan de eerste herinneringen. Nou, dat waren me niet goede herinneringen. Want ik werd in mijn nekvel gegrepen. We sliepen boven in de Nieuwburg. En de trap afgegooid. En het was 1,5 uur en lawaai. En dat weet ik nog. En een paar weken later ben ik met mijn opa, die woonde aan de Dwarsvaart, in het huisje waar nu afgebroken is. En mijn vader ben ik naar een gat gelopen in mijn beleving, maar ja, ik was zo natuurlijk. Maar was dat pijn of niet? Dus waarschijnlijk ben ik bij het gat geweest waar dat vliegtuig terechtgekomen is. Dus dat zijn mijn herinneringen en meer weet ik niet. Verderop in de oorlog kan ik je nog wat meer vertellen, maar dat moeten we dan nog maar eens doen. Ja. Wat gebeurde er met de parachutes? Nou, die kregen een bestemming en daar was ik het eigenlijk toch niet mee eens. Want ze werden eigenlijk gehaald van de wagons, werden ze gescheurd. En dat zat samen met verschillende mensen. En die haalden er onderdeel van het vliegtuig weg, wat helemaal niet mocht. En daar lag ook dus die parachutestaf. En nu ligt die, zei Grietje, die zei van, dat is mooi om voor een hoofddoek. Nou, ik zag het al helemaal niet zitten, maar het is wel zo. Grietje kon zelf goed naaien en zij heeft er mooie vierkante hoofddoekjes van gemaakt. Ik heb hem nooit over het hoofd gehad, maar Grietje wel, want ik vond het wat eng. Maar toen liet het dan eigenlijk toch weer niets en het was hele dure stof, kon je zien. Was het spannend vooral dat dit gebeurde in Noord-Holland? Ja, verschrikkelijk. Het was net dat we gingen in Noord-Holland, jongen. Dat was verschrikkelijk. Het was me toch een knal. En dan denk ik, de mensen die er vlakbij gewoond hebben, dat moet helemaal verschrikkelijk om hier zijn. Maar ja, wij woonden er eigenlijk ook vlakbij over het land dan. Hè? Maar dat was, dan moet ik nog maar eens het eerste denken. Nou, er zit een manage, die was er vlakbij, dat is dan echt toevallig. 10 donker, maar stuiver eigenlijk, van de Dwarsvaart. Wat kun jij je nog herinneren van die nacht? Nou, dat mijn vader en moeder doodsbang waren. En dat het een herrie was.
En dat het allemaal in vuur en vlam stond. En dat je de eerste dagen s'nachts niet kon slapen. Zo bang was je dat er wat gebeuren ging. Moesten jullie ook het huis uit? Werden jullie ook geëvacueerd? Nee, dat is helemaal niet gebeurd. En waar Van der Veen dan woont, daarachter was een bom gevallen. En hij vertelde een groot gat, maar er zat een krater, er kon een boerenwagen in ronddraaien. Is dat wel? Jawel, ja, zeker wel. Want mijn dochter die belde vanmorgen toevallig, toen zei ze, mama, waar zat een grote gat op alweer, waar jij zo zei? Mm-hmm. Ik zei, nou, want ik had daarnaast gewoon klater. En daarachter, joh, ja, met allemaal die brandwagen. Zal het glas er nog in, of niet? Weet je, geloof dat ik net niet weet. Dat echt niet meer. Ja, ik was 12, wat weet je. Maar ik ging wel, die andere dag gingen ze die Canadese kisten. Ik denk nog wel eens hoe keus zo gek. Nou, er gingen allemaal mensen de wasvat uit. Ik ook. Kinderen, allemaal. Nou, en daar bij Veen. Er werden die Canadese gekist. Daar stonden wij gewoon naar de kerk. Nou, denk ik nog maar eens. Ja. Hoe hebben we dat gedaan? Maar we gingen er gewoon naar staan te kijken. Nou, en dan zeiden die Duitsers, nou ja, toen hadden ze ze allemaal gekist en het was klaar. Nou, maar dan gingen we weer. En toen gingen de christen hier naartoe, naar deze plek. In het zijschip van deze kerk, daar hebben ze twee nachten gestaan, met kaarsjes erop. En er is ook gewaakt bij de christen. En de man die daar heel erg bij betrokken was, dat was de koster, grafdelver, zoals we officieel weten, Jan Bakker. Hij was 46 jaar oud in de oorlogsjaren. En in 1982 spraken we nog even met hem, want hij kan zich de hele begrafenis nog heel goed herinneren. En vooral hoe het Wolter erop reageerde. Sjule en David Schachtman. En nu zit er alle achter, dan niet meer. Doe. Schuurt ze over het graf, over die achteren, de Duitsers. Maar, daar heeft ze wonen, het volk er eerst eigenlijk niet op het kerkhof hem, maar het volk ging dwars bij de weg en de hekken, en ze stroomde tot aan de heden van het kerkhof toe. Daar zaten ze rondom en toen gaven de Duitsers permissie dat ze mochten over het kerkhof lopen, vieren naar zijn kamer. Nou, ik denk het wel, maar halve ontwonden, tegen de 2000 die werden. En die stonden ook, zeg maar, allemaal om die graven toe, over de pijn, want ze is hier niet op gras en zo. Over de pijn, zo stond ze erop en toe. En, nou, toen had dominee Wiersma, die had een reden gehad, half Nederlands, half Duits. En toen, ja, toen was het de beweging. Afloopend. En toen is alles, zeg maar, ook weer afgegaan van het kerkhof afgegaan. En meer weet ik er ook niet van. Jan Bakker, nou, hij wist er maar wel veel meer van, want het duurde bijna 10 minuten, zijn verhaal, zijn monoloog. Als u het nog een keer terug wil horen, komende zondag zendt Radio Centraal die documentaire nog uit. Vanaf 1 uur kunt u het hele verhaal van 1982... Er zitten wat historische fouten in, blijkt nu. Ilke is al sinds druk bezig, heel veel mensen zijn bezig met nieuwe feiten toevoegen. Maar het geeft wel een heel mooi beeld van hoe ooggetuigen het moment hebben meegemaakt in de nacht van 29 op 30 juni. Nou, we zijn bijna aan het einde gekomen, maar het belangrijkste komt natuurlijk nog, de onthulling van het paneel. We gaan zo meteen naar de begraafplaats. Ik weet niet of we ook 4-4 moeten gaan en hoe druk het buiten is, maar dat gaan we zo zien. Of zo op de boerenwagen achter de heg staan, zoals in 1942 het geval was. De onthulling zal buiten plaatsvinden, wordt gedaan door onze lokale burgemeester. Kortom, Ben Verzaal met Andries Meijer zullen we zometeen naar het paneel gaan onthullen. Nogmaals, we gaan het filmen, we gaan het fotograferen. We hopen straks na de onthulling
dat de mensen die nog behoefte hebben, nog even rustig hier terugkomen in de kerk om nog even na te praten. Die gelegenheid is er. Kom vooral even nog hier weer terug. En rest mij nog om namens het kleine comité iedereen te bedanken die dit mogelijk gemaakt heeft. Ik ga niet al die namen noemen, dat zijn inmiddels heel veel mensen. Maar dat zegt inderdaad alles over hoe Noordwolde omgaat met ja, onze bommenwerper. Zo noemen we hem toch? Onze bommenwerper. Ja. Zometeen buiten zal onze lokale burgemeester nog een korte toespraak houden. Dus als wij de burgemeester willen volgen in ganzenmars naar buiten, naar de plek, voor de onthulling van het informatiepaneel. Als u niet meer terugkomt, dan wens ik u vast een goede reis naar huis en dank voor uw komst. Ja.